Afgelopen jaar werd de Sint-Jans Doperkerk verkocht. Onze redacteur Paul Wouters sprak met een van de eigenaren. Ja, het is een prachtig object. En we zijn inderdaad, zoals u zei, met een aantal enthousiaste lokale jongens, trotse eigenaar van de Sint-Jan de Doperkerk. Kijk, het ligt natuurlijk in een mooie wijk. Het ligt in Klarendal, ja, waar de laatste tijd een enorme kwaliteitsimpuls is gegeven met alle ateliers en het mooie kwartier. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we daarop op verder kunnen borduren. Dus daar gaan we zeker niet aan voorbij. Klopt. Hebben jullie voor jezelf ook een soort datum gesteld? Dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet het helder zijn wat we precies gaan doen? Ik denk dat we nadat we weten welke kant op gaan, dat we daar meer over kunnen zeggen. Want als we pas weten wat we echt gaan doen, dan moet ook het ontwerp klaar zijn. Ja. En daarvoor moet eerst het programma klaar zijn. En ja, dat is nu nog te vroeg. Dus nee, we hebben geen deadline.